En dan nu? Hallo kijkers, hier achter mij ziet u het labyrint, ooit gemaakt door Klaus van der Locht. Klaus is een jaar of 10 geleden overleden. En op 6 december, de naamdag van Sint-Nicolaas, gingen we toen hij nog leefde een borrel drinken hier in zijn atelier. En nu zouden we dat ook wel willen doen. Maar helaas, dat kan niet. Er staan hekken voor. Je mag de Waalkade op dit moment niet op, omdat de damwand verstevigd wordt. Van Klaus kreeg ik ooit een klein object, dat heet Vortex. Heeft hij mij toen uitgelegd, ga ik u nu laten zien. Over naar mijn atelier. Nou, dit is hem dus. En als je dit beeld rond laat draaien, dan gebeurt er het volgende. De binnenkant is in spiraalbeweging naar beneden en de buitenkant draait weer omhoog. Precies de tegenovergestelde kant op. Als ik het beeld omdraai, zie je eigenlijk de beweging van de stroming in een draaikolk. Binnenin omlaag en buitenom gaat het weer omhoog. Draai je hem dan weer de andere kant op, dan gebeurt uiteraard het tegengestelde. Zijwaarts is het ook een fraaie beweging. En het mooie is nou dat je dat in allerlei processen tegenkomt waar je mee te maken hebt. Het is een voortdurende beweging die op en neer en heen en weer gaat. Je bloedsomloop zit bijvoorbeeld zo in elkaar, zoals gezegd de draaikolk en de wervelwind, de stroming van warme en koude lucht in elkaar. Niets is steeds hetzelfde en toch zit er een herhaling in. Klaus van Locht heeft ooit bedacht om dit in het groot ergens neer te zetten. Dat is er nog niet van gekomen. Wie weet waar ik het zelf nog eens een keer in toe ga passen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Volgend jaar gaan we gewoon twee borrels drinken hier als de Waalkade opgeknapt is.